Welkom weer bij een nieuwe vlog! Welkom weer bij een nieuwe vlog! Waar zijn we nu? On top of the world. Top of the world. Wij zijn nu... het plaatsje waar ik de naam niet van weet. Budens. 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 We zijn hier net aangekomen en we zijn even een stukje omhoog geklommen. Het is hier zo mooi. We hebben net allemaal dolfijnen gezien daarachter. Heel tof. Net alsof we in Holland zijn. Totdat je naar buiten kijkt. Totdat je naar buiten kijkt inderdaad. En dan heb je zo'n mooie roze lucht. Maar je hebt wel lekker een boerenkolletje gemaakt. Boerenkol gemaakt. Lekker man. Daar had ik gewoon zin in toen we in de supermarkt waren. En toen we liepen net op het strand in die volle zon. Toen dacht ik, pas niet echt. Maar nu ben ik er toch wel blij mee. Het wordt toch wel een beetje fris, hè, snel. Ja, ik vind het nu koud. Dus daarom is het tijd voor Hollandse pot. Weet je smakelijk. Het ziet, op beeld ziet het er nog blauwer uit. We hebben geprobeerd. Ik wilde heel graag van die gezellige gele lampjes. Nou, je hoort ook echt niet scherp. Hij focust de hele tijd op die lampjes. Ja. Oh, nu ben je scherp. Dat snap ik. Zoals je ziet zijn het niet echt gezellige gele lampjes. Maar het heeft wel. We hebben een poging gewaagd. Het is een beetje Christmas time. Zo, een beetje. Christmas. We hebben de kruidnoten net achter de kiezen. En we gaan gelijk door naar de... naar de lampjes. Naar de lampjes. Nu nog ballen. Kerstboom. Kerstboompje in het dashboard. Oh, dat vind ik altijd zo afschuwelijk. Dat hebben al die vrachtwagenchauffeurs altijd. Ja, ja, ik vind het prachtig. Wel gezellig. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en zoals je ziet schijnt de zon weer heerlijk, het is weer lekker aan het opwarmen en we zijn vanochtend vroeg uit de veren gegaan, we hebben trouwens overleefd, ja, de GNR is niet langs geweest,
Ik moet toch wel eerlijk bekennen dat ik gelijk een soort van heel onrustig heb geslapen. Dat heb ik gewoon altijd, want dan ben ik daar dus blijkbaar in mijn onderbewustzijn gewoon heel erg mee bezig. Dus ik ben denk ik wel 8 keer wakker geworden of zo. En dat was dan ook, want we gingen om 10 uur slapen of zo, toch? Ja, wel iets, misschien wel eerder, hè? Eerder misschien, ja. En ik werd om 11 uur wakker. Toen dacht ik ook, oké, de nacht is voorbij. 12 uur, 1:30. Ja, het is een beetje nog wakker van het lampje, weet je? Verschrikkelijk. Ja. Ja, Jur had een oplader in een stopcontact gedaan die nogal wat blauw licht gaf. Dus daar ging ik ook weer op spacen. Maar goed, we hebben het overleefd. We kwamen dus gisteravond nog. Nou, ik denk rond een uur of 8 kwamen er nog superveel busjes bij. En uiteindelijk hebben we volgens mij met 10 mensen gestaan. Ja, denk ik ook wel, ja. Dus blijkbaar is iedereen op zoek naar een slaapplek. En is dit een nog een goed plekje. Dus we gaan het vanavond gewoon weer proberen. En ja, we gaan wel zien hoe het gaat eindigen. En we zijn vanochtend dus vroeg opgestaan. We hebben een fotoshootje gehouden. Fotoshootje. Moest natuurlijk uiteraard met een beetje golden hour zon geshoot worden. En nu lopen we terug naar de camper. En we hebben net een ontdekking gedaan. Vertel. Daar bovenop. Ja? Ik heb geen flauw idee of ze ons zien, want de zon, schijnt vol in het tegenlicht. Ah, een beetje schuin. Oh, het gaat. Nou, we hebben ook in de camper nu helemaal geen, we hebben 3G. Best oké 3G, maar geen 4G en ook ons wifi heeft geen bereik. Want we staan in een soort klein valleitje. Op de parkeerplaats. Op de parkeerplaats. Ja. En ik heb zo meteen een koffiedate, een online koffiedate. Dus ik was een beetje in de stress. Ik denk, ik moet straks misschien even naar de straat rijden of ergens heen waar ik 4G heb. Maar nu lopen we net en daarboven, en dat is 15 minuutjes lopen vanaf onze camper, hebben we vol 4G bereik. Dus ik ga gewoon zo meteen met mijn telefoon, met een standaardje, oortjes en een kussentje, ga ik gewoon lekker daar zitten op de grond. Ga ik gewoon daar mijn koffiedate doen. Hoe dit is dan over het stelt. Oh, dit is dan over het. Verschrikkelijk woord. Nee, helemaal niet. En om jullie toch even een idee te geven van waar wij staan. Hier is het de zee. En dan ga je naar rechts en dan staan wij daar. Kijk of ik hem in kan zoomen. Brrr. Staat hier, pareltje. Pareltje. 50 meter van het strand. Kan slechtere plekken bedenken. En zoals je ziet staan er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 andere busjes. Oh, daar trouwens ook nog. 7, 8, 9. We hebben allemaal geslapen vannacht. Zitten we hoor. In onze nature office. Echt. Wanneer je geen bereik hebt, maar boven op de berg. Naast de parkeerplaats wel. En Ju moet een video call doen. Dus we zijn hier even heen gelopen. Ik ga even wat video's uploaden voor haar cursus. Proberen. Het is heel grappig, want vanochtend liepen we hier, hadden we vol bereik 4G. En nu komen we hier en hebben we hetzelfde bereik als bij de camper. Dus dat is echt super. Ja. Dus we hopen nog op verbetering. Maar moeten we even kijken. Woensdag. Hoeveel oktober is het? 28 oktober. 28 oktober alweer. Holy moly. Wat gaat het snel. We zijn nog steeds op dezelfde plek. We hebben het weer wederom overleefd. Er is wederom niemand langsgekomen. Dus ik zal jullie even laten zien waar we, hoeveel er nu weer staan. Zoals je kunt zien, redelijk wat. Blijkbaar is dit een strandje waar, of een parkeerplaats waar niet zoveel gecontroleerd wordt. Maar goed, moet ik wel afkloppen, want anders staan ze vanavond voor de deur. En we blijven hier vandaag dus nog een dag. En vannacht dus nog een nacht. En dan gaan we morgen door naar een andere plek. We gaan nu eerst even lekker trainen. Hier voor de camper. En dan gaan we kijken. Het is een beetje bewolkt wat het weer gaat doen vandaag. En
een beetje op het strand relaxen en werken uiteraard. Want we moeten ook nog wel wat dingetjes doen. En ik zie nu dat hier achter de lucht echt mega mooi is. Ik dacht dat het een beetje bewolkt was met de zonsopgang. Dus ik ga nu, denk ik, eerst voordat ik ga trainen, even dronen. Eventjes langs de kustlijn. Ik denk dat dat wel mooie plaatjes oplevert. En die dronebeelden gaan jullie nu zien. Hallo met de banjo! Heb je een nieuwe auto? Is het ook Revolution Race? Nee, ik ben nu niet op mijn charmant, maar ik had het gewoon warm. En toen heb ik mijn mouw even, mijn pijp even opgerold. Het oktober weer in Portugal is ook verraderlijk, hè? Ja, in de schaduw en de wind is het gewoon 15 graden. Dus dan is het lange pijp hartstikke lekker. Maar als je midden in de zon loopt, volle zon zonder wind, nu zo'n beetje wind, is het gewoon wel 23, 24 graden. Nou, een lange pijp is dan eigenlijk net te warm. Dus ik heb het lekker opgerold. En we zijn dus een klein hiketochtje aan het maken. Dat is meer een wandeltochtje. We hebben wel onze schoenen aangetrokken, want het is hier aardig rotsachtig. En we hebben allebei al bijna 10 keer onze enkels verzwikt op weg naar de werkplek waar we 's ochtends 2 keer hebben gezeten. Dus we gaan een klein rondje lopen. We gaan even kijken waar we uitkomen. Er zijn hier wel wat wandelpaden, dus dat is op zich wel leuk. En die zijn dan aangegeven met bepaalde vlaggetjes. Dus die gaan we gewoon een beetje volgen en dan zien we wel waar we uitkomen. En het weer, jongens en meisjes, is stralend. Het is gewoon warm. En Tom die werkt op mijn zenuwen, want die houdt ervan om de hele tijd langs het randje te lopen. Zo dicht mogelijk als die kan. En daar hou ik echt niet van. Dan moet je bij mij niet aankomen. Dus half stressig loop ik hier af en toe rond.
Skinny dip, oh nee, een dipje. Even een dipje. Is het lekker? Ja, het is wel koud, maar een dipje is wel lekker. Het is zoveel zouter dan de Noordzee, ja.
Yo. Welkom in Faro. Wij zijn in Faro aangekomen gisteren. We zijn gisteren van die parkeerplaats in Budens, waar jullie de mooie droneshots vandaan hebben gezien, zijn we naar Faro gereden. Hier blijven we eventjes voorlopig, omdat hier dus in Portugal komende dagen, eigenlijk vanaf vandaag tot en met dinsdag, is er een soort lockdown-achtig. Nou, het is niet echt een lockdown, maar alle grenzen tussen gemeentes gaan allemaal dicht. En dat doen ze omdat het hier een feestdag is dit weekend en ze willen niet dat mensen naar familie gaan reizen. Dus ja, je mag al die grenzen niet over. En zaterdag landt er een vriendinnetje van mij, want komt hier 6 dagen eventjes op vakantie bij ons. Supergezellig. Maar die landt in Faro en aangezien de regels, of het ook voor reizigers geldt, zijn al een beetje onduidelijk. Er zijn mensen die zeggen dat het niet voor reizigers geldt, als je maar kan aantonen dat je ergens in een hotel of een camping of iets gereserveerd hebt. Maar wij dachten, we gaan ons gewoon netjes aan de regels houden. We gaan gewoon eventjes dan tot en met dinsdag niet reizen en geen grens over. Dus zij landt hier in Faro zaterdag, dus wij zijn er nu gewoon alvast. En we hebben gisteren een hele mooie wandeling gemaakt hier in het park waar we vlakbij staan. En we gaan vanmiddag lekker denk ik even naar het strand of zo. Dus we gaan er zo ons hier wel voor maken in Faro. We vonden het ook wel chill om dan hier te zijn in een stadje, want de horeca is hier ook wel gewoon open. Dus we kunnen ook nog gewoon een avondje keer lekker uit eten of zo. Dus dat zou leuk zijn. En voor de rest, kijk, worden wij nu 's ochtends wakker. Oh, heel erg overbelicht natuurlijk. Kom op, pak hem. En het is niet een super idyllische plek. Maar het is wel een prima plekje. Het zonnetje schijnt. En we staan hier. Een leuke schommel. We staan hier gewoon op een plekje. Op een camperplaats. Het is niet zo druk. Even kijken. 5, 6 anderen nog of zo. Tommy. Er zit een hond aan het blaffen, dus Tom wordt daar een beetje onrustig van. Ik vind het niet fijn. Tom, wacht eens even. Kom eens hier, schat. Het is hier vrij rumoerig. Veel honden die je hoort blaffen. En ik wil niet dat Tom daar onrustig van wordt en dat over gaat nemen. Honden nemen snel gedrag van elkaar over. Maar we gaan nu even lekker een workoutje doen voor de camper. Ik vind het heel leuk dat yo en hallo op Faro rent. Ja, het is nu alweer eind van de dag. Je hebt ons net een workout zien doen. En daarna zijn wij aan het werk gegaan. We hebben eigenlijk een heerlijke keuveldag. Ik kreeg laatst te horen dat iemand vroeg van ik ben heel benieuwd naar jullie werkdag. Oh, dat is, snap ik wel. Ja, we zitten gewoon achter ons laptop te werken. Het is misschien wel leuk om even kort te vertellen wat we doen voor werk. Ja. Nou, vertel. Zal ik vertellen? Brand los. Eigenlijk werken we allebei aan 2 merken. Ja. Aan Just a Lifestyle. Wat doen we met Just the Lifestyle? We hebben Just a Lifestyle Instagram pagina waar we posts op maken om mensen. Nee, moet ik anders zeggen, we hebben een Just a Lifestyle website. En op die website staan blogs, e-books, tips en tricks, allemaal op het gebied van lifestyle. Dus voeding, training en mindset. Omdat wij denken dat de lifestyle bestaat uit goede training, goede mindset en goede voeding. Precies.
En aan die website is ook een Instagram kanaal gekoppeld. Dus we zorgen goeie ook voeding. Goede voeding. En goed drinken moet je ook. Balans, hè? Daar gaat het om. Balans. Aan die website is ook een Instagram kanaal gekoppeld. Waar we dus content op maken. Waarmee we natuurlijk meer mensen in onze website willen trekken. En ook gewoon meer mensen willen bereiken. Meer mensen willen inspireren om ook een fitte lifestyle te leven. Dus daar werken we aan. Eigenlijk werkt Maarten daar voornamelijk het meeste aan. Maarten maakt alle posts klaar. Maarten heeft contact. Want we hebben gastbloggers. Of gastbloggers. We hebben vaste bloggers en gastbloggers. We hebben echt diëtisten die voor ons schrijven. We hebben een gedragspsycholoog die voor ons blog schrijft. En met wie we een heel tof gedragsverandering e-book hebben gemaakt. Dus zo zijn we op die drie pijlers bezig. En dat is iets wat gewoon wekelijks doorloopt. We willen wekelijks nieuwe content blijven leveren. We verkopen daar ook op. E-books en dergelijke. Dus dat verkoopt ook gewoon wekelijks. Dus daar, ja, dat is gewoon een bedrijf wat we runnen. Dan hebben we ook nog het merk YouNordZij. Dat is mijn eigen, ja, dat is mijn merk. En dat is ooit ben ik gewoon mijn Instagram pagina begonnen. Helemaal niet met het idee om veel volgers te krijgen of iets dergelijks. Maar dat gebeurde wel. Toen ben ik natuurlijk op een gegeven moment ook mijn eigen bedrijf begonnen in 2017. Judith Noordzij Coaching. En nu heb ik eigenlijk Judith Noordzij Coaching en YouNordZij is één geworden. Het zijn nog wel twee aparte dingen. Nou, YouNordZij is eigenlijk een beetje meer de naam onder wie ik bekend ben online. Ja. Maar ik opereer vanuit Judith Noordzij Coaching. En ik heb dus nu dat online platform gelanceerd voor gelijkgestemden om samen te komen. Voor mensen die willen sparren en praten en mensen willen ontmoeten op het gebied van burn-out, hooggevoeligheid, eenzaamheid, vitiligo. Allemaal mooie thema's. Ik geef online cursussen. Voor mensen die erachter willen komen, wie ben ik en wat wil ik? Ik heb een boek geschreven. Ik was advocaat, nu ben ik mezelf, heet dat boek. Is vorig jaar in mei uitgekomen. En daar zit ook veel werk in, want ook ik heb een Instagram pagina waar ik content op plaats. Maar goed, ik heb inmiddels dus ook een platform te beheren met bijna 100 leden. We zitten op 91 leden, geloof ik. Heel mooi. En dat doe ik dus niet alleen, want Maarten werkt ook aan YouNordZij. Best wel hard en best wel veel. Maarten beheert ook mijn inbox, de team inbox. Dus alle mensen die, want ik werk op social media ook samen met merken. Merken die mij benaderen, maar ook mensen die mij op Instagram volgen en een mailtje willen sturen. Die sturen een mailtje naar team en dat komt allemaal bij Maarten terecht. Die filtert dat. Maarten beheert de hele back-office van het platform. Dus dat doen we eigenlijk ook gewoon echt samen. En ik sleep samenwerkingen binnen. Je sleept alles samenwerkingen binnen. Nou, dat is zo. Ja, kijk, iedereen mailt naar team. Ja. Dus dat handel jij helemaal af. Jij onderhandelt, jij handelt dat af. En ik ben dan natuurlijk het gezicht. Ik bedoel, YouNordZij Instagram is echt mijn pagina. Daar ben jij verder helemaal niet bij betrokken. Nee, maar alles wat qua werkzaamheden op de achtergrond. Gewoon alle back-office. Back-office dingen, ja, die doet Maarten. Dus dat is waar onze werktuig uit bestaat. En ja, wij kunnen zo. En dan daarnaast natuurlijk ook vloggen we nog. Hoi. En die vlog moet ook nog geëdit worden. Ja, dat doet Maarten ook. Maarten doet ook alle foto's voor Just Travel With Us. Ja, en dat is geen werk in die zin, daar komt geen inkomsten komen eruit. Maar niet direct. Niet direct. Kijk, we zijn natuurlijk in Anne-Sieker uitgenodigd. We kregen een vraag vorige week met die jassen van Revolution Race. Van, krijgen jullie dat dan gewoon? En ja, dat is dan, op die manier krijg je dan een soort van uitbetaald in natura, omdat het dan voorbij komt in de vlog en zo'n merk dat het dan leuk vindt. Dus op die manier krijg je wel een soort van betaald voor vlogs. Maar ja. dat is het werk wat wij doen. En daar kunnen we van leven. En van in de camper wonen. En van door Europa reizen. En chips van eten en wijn van drinken. En voor de rest ook een hele gezonde lifestyle leven. En ik denk opeens het brood in de oven. En ik heb soep opstaan. Dus ik moet... Let's go. Kijk eens. Homemade. Heb jij in de horeca gewerkt? Ja, kan je zien, hè? Ja. Nee, ik werkte op de manege. Ik heb alleen mijn stal uitgemeesterd. Zelfgemaakte soep van gisteren. Broccoli soepjes. Hartstikke gezond. Dat was oprecht echt lekker. Ja, dat was echt wel lekker. Maar een klein beetje pesto er doorheen gedaan. Dat is een lekkere touch. En voor de rest een stokbroodje met geitenkaas, hummus en chips. Chip. Gekke maaltijd, maar wel lekker. Voor de vrijdagmiddag is het oké. Okay. Nee. Eet ze. Ja. Goedemorgen! Zonder zorgen, zeiden ze in koor. Het is zaterdagochtend nog, ja, officieel. Bij ons, bij jullie is het inmiddels al half één. En we gaan lopen even naar de supermarkt. We gaan even wat boodschapjes doen. Vriendin van jullie komt vanmiddag aan om... Ook een vriendin van jou. Zeker, maar eerder een vriendin van jou. Ja.
Ik weet niet. Ja, het is ik vond het zo raar. Het is niet een vriendin van mij. Nee, maar onze vriendin. Ja, familievriend. Lee, als je dit ziet. No hard feeling. Zij komt om 3:30 aan. Ja, dat is 3:30 aan. En dan gaan we lekker borrelen. En bier drinken. En dat soort dingen. Ja. Maar dan moeten we wel even halen. En ik heb net een vlog geëdit van vorige week. Ik vond het zo raar om zo terug te denken. Ja. Het is trouwens wel echt de langste loopbrug ever. Want we hebben dus hier gelopen. Omhoog. En dus hier ook weer moeten we helemaal kriskras weer terug. Geen trap of zo. En een zaterdag kan natuurlijk niet compleet zijn zonder dat er pannenkoeken zijn gebakken. We zijn net weer terug van boodschappen doen. Ik ben eventjes naar de vlog aan het kijken. Die aan het uploaden is altijd weer spannend. Met uploaden op de camping wifi. Hij gaat niet echt redelijk snel. Dus ik hoop dat dat morgen in elk geval klaar is. En dan gaan wij zo lekker pannenkoeken eten. En daarna is Leonie, die is er dan inmiddels al. Die zit nu in het vliegtuig van Parijs naar Faro. Dus die zal er zo wel zijn. Wil je dan hem... Ja. Dat wil ik. Hebben de mensen Leo al gezien? Ja, nee. Ik zit in make-up loopt mijn bril op. Ja, ik kom wekelijks make-up loopt mijn bril op in beeld. Hebben we het contract niet toegestuurd? Maar dan doen we niet in beeld hoor. Ik vind make-up loopt op beeld natuurlijk. Oh, ik ben al de hele tijd aan het filmen. Wel. Hoi! Dit knippen we even eraf. Oké, hallo! Knippen er helemaal is Lee. Hoi! Daar is Maart. Hey. Ik ken jullie. En het is alweer zondagmiddag en we zitten lekker te borrelen. Gisteren is Lee aangekomen hier in Faro, zoals we jullie vertelden. Daar hebben we niet meer gevlogd, want we hebben elkaar een half jaar niet gezien. Dus we hebben alleen maar lekker biertje zitten drinken, uitgebreid zitten borrelen. Was heel chill. En toen vanochtend lekker uitgebreid ontbijt. Ja, pak even uit, hè, zo in het weekend als we een gast hebben. En daarna zijn we naar het strand gegaan. We hebben lekker heerlijk de hele middag hier in Faro op het strand gelegen en boekjes gelezen. Lekker in de zon gelegen. Dat was mega chill. En nu zijn we eigenlijk gewoon weer de borrel. De restjes die we nog hadden, het ziet er eigenlijk niet heel boeiend uit. Maar dat is omdat de kaas al zo goed als op is en de chips zo goed als op zijn. Maar we hadden nog allemaal restjes. Restjes van de borrel van gisteren, dat zijn we nu lekker aan het snacken. En dat zijn we eigenlijk nu aan het doen. En we hebben wel besloten om niet hier... we hadden verteld over die gekke lockdown-achtig iets. Nou, die schijnt heel erg mee te vallen. Want wat blijkt ook nu dat ze dat hier helemaal niet als plicht op kunnen leggen om thuis te blijven en niet de grens over te gaan. Maar dat het een soort van dringend advies is. Aan de Portugezen. Er is ook al een soort van bericht gaande dat het voor travelers niet geldt. Nou had ik in het begin zoiets van, wij moeten ons als travelers ook gewoon even aan de regels houden en niet gaan reizen. Ergens heb ik dat nog steeds. Aan de andere kant denk ik, wij zien hier niemand. En of wij nu morgen 100 kilometer verder weer met z'n drietjes niemand zien, maakt het misschien niet zo uit. Het is allemaal zo moeilijk. Maar we hebben gewoon besloten morgen te gaan. We gaan morgen hier weg en dan gaan we naar weer wat meer richting het westen rijden. Weet nog niet precies waarheen, volgens mij. Dat moeten we nog even uitzoeken. Ongeveer weten we wel. Ongeveer. In ieder geval weer een beetje richting de plek waar we hiervoor ook al waren. Gewoon meer de natuur in. Hier zitten we natuurlijk echt in een soort van stadje-achtig. Maar dat voor morgen. Nu gaan we eerst lekker doorborrelen. En ondertussen zijn we een beetje naar Tommy aan het kijken. Want Tom heeft zich verslikt in iets of zo.
Hij heeft er nu vrij weinig last van. En nu dachten we op een gegeven moment, hij was alleen maar spastisch gras aan het eten. Dachten we, nou dan geven we hem alvast zijn boontjes, want hij krijgt altijd boontjes bij het avondeten. Die staat er nu als gek op te eten, dus dat is op zich een goed teken. Hij heeft ook nog dronken, een goed teken. Nou, dan kunnen wij weer doorgaan. Groeten! Hartelijke groeten!